Sparta wint de bekerwedstrijd tegen Hercules met 1-6 na verlenging. En jij scoort erin twee keer bij je debuut. Dat is een droomdebuut denk ik voor jou, hè? Dat is zeker een droomdebuut. Ik kan me geen mooier debuut voorstellen. Ik scoor 2 goals. De eerste was een beetje ongelukkig. Waar ik had helemaal niet door dat ik hem eigenlijk had gescoord. En de tweede gaf Charles goed af en ik drukte hem in de verre hoek. Ja, precies. Wat gebeurt er bij die tweede goal? Of bij je eerste goal, sorry? Eerste goal. Er werd een lange bal gespeeld. Ik weet niet meer door wie. Maar hij viel een beetje tussen de centrale en de keeper. En ik geloofde er gewoon in. De keeper schiet die bal keihard. Hij raakte vol in mijn gezicht en toen viel hij erin. Maar dat had ik op dat moment nog niet door. Dus ik ging naar de grond. En al mijn teamgenoten kwamen opeens op me af, om me heen. Ze waren blij, maar ik begreep niks. Toen zeiden ze, je hebt gescoord. Toen zei ik echt. Toen zeiden ze ja. En toen, ja, het is gewoon een mooi moment voor mij. Ja. Waar denk je dan als eerste aan op zo'n moment? Als aanvaller wil je natuurlijk graag scoren. En als je hebt gescoord, dat is het beste gevoel, ik denk, als aanvaller zijnde. Ja, en dan maak je daarna ook nog je tweede goal. Die zat er inderdaad, dat was een beetje een echte 1-1 score, zoals ik je bij Jong Sparta ook wel eens heb zien maken. Ja, klopt. Charles draaide open, hij gaf hem mee en ik plaatste hem in de verre hoek laag. Goeie goal van Tuzo. Is er dan ook wat meer vreugde bij, omdat je toen wel gelijk door had dat je gescoord had? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is een goal zijn goal. Uiteindelijk tellen ze allemaal als ze scoort, maar als je bij wedstrijd is het natuurlijk mooi dat je ziet hoe die erin gaat en dan goed kan juichen. Ja, precies. We hebben je dit seizoen in de voorbereiding natuurlijk al wat vaker bij de A-selectie gezien. Vandaag je officiële debuut. Had je al wel een beetje het gevoel vandaag dat je zomaar wel eens minuten kon gaan krijgen? Klopt. Ik zat in de voorbereiding er al bij. En ik zit lekker in mijn vel. Ik doe het best wel goed. En ik hoopte natuurlijk dat ik erbij zou zitten. En helemaal mooi als ik mijn officiële debuut kan maken. Ja, precies inderdaad. Want voor de supporters die jou nog niet zo goed kennen, wat voor speler is Eamon Buijs? Ik ben een speler die linksbuiten, die een goede dreigende dribbel heeft. Ik kan mijn teamgenoten voor de goal zetten en ik kan zelf ook het doelpunt maken. En ik heb een goede actie, denk ik. Ja, dat je doelpunt kan maken heb je vandaag laten zien. Laten we nog heel even terugblikken op de wedstrijd. Merk je na afloop opluchting bij je teamgenoten, tot het uiteindelijk toch goed is afgelopen na een hele stroeve eerste 90 minuten? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk willen we allemaal winnen. En als je uiteindelijk wint, dan ga je door in de volgende ronde van de beker. En dat is wat het team wil. Het team wil niet verliezen. Ja. Als je de eerste 90 minuten op de bank zat, waar zag jij in dat Sparta het echt lastig had vanavond? Ik denk dat Hercules heel laag stond. Waardoor het best wel moeilijk om tegen een laag blok er doorheen te komen. We hadden wel veel de bal. Maar uiteindelijk is Hercules moe. En, als wij het tempo daar opvoeren, dan kunnen we er overheen walsen. Merk je dat inderdaad echt toen jij binnen de lijnen kwam, dat ze eigenlijk al wel fysiek op waren? Ja, zeker. Ik zie bijvoorbeeld dat mijn mannetje niet echt met me meeloopt. Dat het slordiger wordt, et cetera. En dan merk je dat ze moeier zijn. Tot slot, ja, zo'n debuutshirt mag je volgens mij meestal altijd houden. Waar gaat deze komen te hangen? Ik ga deze inlijsten en dan in mijn kamer hangen, hoor. Ja, dat zou ik ook lekker doen. Nogmaals gefeliciteerd en succes komen zoen. Dankjewel, Sven.